ben achter mijn passie voor het wielrennen gekomen eigenlijk door mijn broer Rini. Die fietste al toen ik 2 jaar oud was, zat hij op de fiets. En ik moest eigenlijk altijd mee met mijn ouders naar de koers. En ja, en ik vond het zo leuk dat ik besloot toen ik 8 was ook gelijk te gaan wielrennen. Ik heb voor CH Bouwmaterialen gekozen omdat zij maatschappelijk betrokken ondernemen heel hoog in het vaandel hebben staan. En dat de kernwaarden van CH overeen kwamen met mijn kernwaarden. Beetje gas bijken, kom jongen. Ik probeer een beetje hem zo goed mogelijk in vorm te krijgen voor 7 juni. En dat betekent dat hij wat training moet volgen die ik hem opgeef. En ja, we hebben vandaag toevallig ook al een zware training gehad. En naar 7 juni toe zullen we dat nog een beetje opschroeven. De mensen die de Alpe d'Huez op gaan fietsen, wil ik eigenlijk een beetje meegeven dat ze rustig moeten fietsen in het begin. Rustig moeten beginnen, want het is een hele zware berg. Hij is heel steil in het begin. Dus het is een beetje stom als je jezelf gelijk over de kop fietst. Verder zou ik ze aanraden om, als ze meerdere keren gaan doen, zo snel mogelijk bovenop om te draaien. Om geen kou te vatten, geen kou te pakken op je spieren. Goed te blijven eten en drinken en dan goed naar je hartslagmeter kijken. En weten waar je niet overheen mag gaan. Het was super weer en ik ben ook heel blij dat Peter zo goed omhoog reed, zeg maar. Ik had echt niet verwacht dat hij 4 keer zou doen en daar ben ik eigenlijk wel trots op. Maar de rest van het team ook. Dus eentje die heeft pech gehad, dat was jammer, anders had hij ook 6 keer gereden. Maar, wederom een geweldige ervaring en hele mooie. Ja. Gaat het ook nog filmen? Hoe noem je dat? Die posen, die galante. Wil je blijven hangen aan het hek of zo?